hele goede avond, beste kijkers van Loes en natuurlijk Bostion. Ik sta hier in het donker, in de kou, volgens mij min 10 of zo, in Helvoort. En we zijn hier aangekomen bij een oude school in Helvoort. En we zullen even kijken of er iemand is, want waar gaan wij vanavond naartoe? Ja, wellicht heeft iedereen gehoord dat onze burgemeester Ronnes, momenteel ziek is. En wij vonden het heel erg gepast om hem eens een keer een bloemetje te gaan brengen. We zullen eens even gaan kijken hoe het met hem gaat, hoe het met hem is. En we zijn benieuwd. Gaan we mee? We gaan even kijken. Koud, hè? Oh, is toch koud. Ja. Waarom doen we dat niet zomers? Oh, kijk eens hier. We hebben een deur gevonden. Weet je niet? Een bel? Oh, hier. Kijk, hier een bel. Oh. Echt een schoolbel. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. En, Ik ben benieuwd of we op de goede plaats zijn. Dat weet ik ook niet. Nummer 2, in een oude school. Nou, daar lijkt het wel op. En, Goeiedag. We hebben het gevonden. Ja, ja, ja. Hallo. Kom binnen, kom gauw binnen. Het is veel te koud. Dankjewel. Kom gauw binnen. Ja, beste kijkers van Loes en natuurlijk onze kijkers van Bostion. We zijn hier in Helvoort binnen aangekomen. In een oud schoolgebouw in Helvoort. En we zijn te gast bij onze burgemeester, burgemeester Ronnes. Goedenavond, welkom. Ja, hartelijk welkom ook bij Loes en bij Bostion natuurlijk. Ja, dankjewel. Graag. We waren heel erg benieuwd als Loes zijn hoe het met u gaat. We hebben daarom ook een bosje bloemen meegenomen, maar we hebben net even rondgekeken. En daar valt een beetje in het niet. Maar goed, het komt uit een heel goed hart. Het komt uit een goed hart. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. En hoe gaat het met u? Hoe gaat het allemaal? Ik leg je even hier neer. Ja, ik zal ze dadelijk eentje in de vaas zetten. Ja, prima. Naar omstandigheden gaat het heel goed. Ik heb een stevige operatie gehad. Dat is ruim 3 weken geleden. En nu moet ik revalideren. Okay. En mijn geest zegt dat ik weer een heleboel kan. Ja, maar tegelijkertijd zegt mijn verstand dan, niet doen, ja. rust. Ja, ja, ja. En dat valt niet mee. Nee, snap. Dus ik ben wel weer aan het lopen. Ik ben van de week, ik ben dinsdag naar het gemeentehuis gelopen. Okay. Even goeiedag te zeggen. Ja. Dat was ik net zat. Ja? Dat was ver genoeg? Ja, dat was ver genoeg. Ah, okay. Maar dat gaat wel, maar dan moet ik mijn pas wat inhouden. En wat langzamer lopen en zo. Ja. Want fysiek is toch een stevige ingreep geweest. Ik snap het. Dus 2012 is een jaar wat op zich niet zo heel erg goed voor u begonnen is eigenlijk. Nee. Laten we het zo zeggen. Nou ja, ik hoop dat ik... Kijk, 2011 is slecht geëindigd omdat ik toen bericht kreeg dat ik kanker heb. Ja. En ik hoop dat het allemaal weg is. De eerste vooruitzichten zijn dat het grootste gedeelte weg is. Misschien dat er nog iets zit. Okay. En dan moeten we nog nader onderzoeken en afwachten. Dus in die zin is het nog wel even spannend. Ja. Maar ik ben geopereerd met zo'n robot in het Willem-Alexander. Okay. In het nieuwe Willem-Alexander. Hebben ze van die robot, dat is nogal veel het nieuws geweest. En dus uitwendig heb ik maar een paar kleine gaatjes, 6 stuks. En die zijn al lang weer dicht. Ja. Maar binnen is er natuurlijk van alles gebeurd. Dat is goed. En dan heeft hij een keer. Ik zou gewoon rust nemen. Ja. En gewoon luisteren naar je lichaam, zeggen ze altijd. Hè? Maar goed. Ja, en dat zeg ik ook vaak tegen anderen. En als het er zelf overkomt. Nee, drukke burgemeester zijn, dan valt dat natuurlijk niet mee. Dat snap ik ook. Nou, dat is wel een punt. Want in principe, zei de chirurg ook, na een week of 4 kun je best 1-2 uur per dag werken. Ja. Dat kan in mijn vak niet. Nee, dat werkt echt niet. Het is of alles, of... Ja. Dus ik ga nu langzamerhand wel eens een keer weer bijpraten een beetje. Ja. En, maar nog niks doen. Ik heb ook met de commissaris van de Koningin afgesproken. Die ben tot carnaval ben ik niet in functie. Oké. Tot en met. Ja. Dus dan daarna probeer ik weer... Ja, dus ze heeft hier uw zitje gevonden in de stoel met de laptop en met... Ja, laptop, dus ik volg wel alles en de tablet erbij en een hoop lezen, alle post lezen. Ja, ik heb, en dat moet ik, dat wil ik graag tegen de kijkers ook zeggen, het is gigantisch zoveel reacties ik heb gehad. Oké. Van mensen uit alle dorpen en kaartjes en bloemen en weet ik veel wat. Ja, dat is wel ontzettend leuk, hè? Hartverwarmend. Fijn om te... Ja, dat is zeker. Dan ziet er inderdaad aan de kaart en de bloemen. Nou ja, dat wil toch wel iets zeggen, denk ik, hè? Ja, meneer Ronnes, u komt uit een hele sportieve familie. Heel actief, sportief. Heeft u ook altijd gezegd van, nou, sporten. Ja. Wat doet het met u als u dan zoiets horen krijgt? Ja, daar wil ik 2 dingen van zeggen. De chirurg die zei tegen mij van, toen hij mij in onderzoek was, je hebt een... Ja, ze komen overal aan je. Hè? Mm-hmm. Hij zegt, nou, het ziet er allemaal redelijk soepel uit. Dus in die zin mag het geen probleem zijn. En is het wel makkelijk als je een goede conditie hebt. Dus ik heb voordat ik geopereerd ben, heb ik in de vakantie ook veel gelopen. Of in de kersttijd. Ja.
veel gelopen, zodat ik toch een beetje weer fit was. En daar ben ik ook. En dus dat is absoluut een voordeel. Hoe fitter je lijf, hoe sneller je geneest. Dat heeft mijn vrouw meegemaakt een poos geleden toen ze wat gevallen was. Ik heb dat nu ook meegemaakt. Als je een fit lijf hebt, dat je dan sneller recupereert, zeggen wielrenners. Of herstelt, zeggen wij dan gewoon. Ja. En het tweede is dat onze zoon, de jongste, die werkt bij de NOC-NSF. En die moest... Bij de? NOC-NSF. Nederlands Olympisch Comité, Sportfederatie. En die moest bij een paar weken geleden bij een groep chirurgen een verhaal komen vertellen. Wat het doet als topsporter en je krijgt een chirurgische ingreep. Mm-hmm. Wat dat betekent voor jou. En dus had hij met die chirurg ook nog een discussie over een fit lijf. Hoe snel je dan weer gezond kunt worden, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus die had het van die kant meegemaakt als topsporter. Mm-hmm. En ik als gewoon burger, zeg maar. In ieder geval geen topsporter. Nee. Wat het betekent. Wel en dan zie je van twee kanten nog eens een keer het verhaal. En beide komen dan toch tot dezelfde conclusie. Ja. Het doet wat met je geest. Mm-hmm. Hè? Als je ziek wordt, als je geopereerd wordt. Maar het helpt wel als je een gezond blijft. Het gaat sneller. Ik geloof het meteen. Ja, goede conditie. Dus we zijn hier te gast in een oud schoolgebouw, hè? Ja. Heel even verder borduren op het... Die school is 40 jaar oud, heb ik begrepen, iets meer dan 40 jaar. Is 10 jaar school geweest, toen heeft het een aantal jaren leeg gestaan. Ja. En toen heeft iemand daar een woning van gemaakt. Ja. En dat hebben wij gekocht toen wij hier kwamen wonen. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk, het is gedateerd, het is eigenlijk een semi-permanent gebouw, min of meer. Omdat het is maar buiten stenen, maar binnenkant zijn het geen stenen muren meer. Oh. En dus wij gaan... We hebben plannen om hier een paar patio bungalows te bouwen. Oké. Okay. En dat ligt nu ter inzage bij de gemeente. Ja, dit gaat helemaal weg. Dan gaat dit helemaal plat. Oké. Okay. En dan komen hier 3 patio bungalows. Vrij ruime nog, groot eigenlijk. Oké. Okay. Zodat wij dan eigenlijk seniorenwoningen, dat je niet meer naar buiten hoeft. Mm-hmm. Of niet meer naar boven hoeft, sorry. Ja. En wij... Kijk, de klokken slaan altijd tegelijk. Ja, het is 7:00. Dat geeft niet. Maar goed. De patio woning. Wij hoeven in principe niet naar boven, dus beneden slaapkamer, badkamer, woonkeuken, kantoortje. Okay. En boven nog alleen voor gasten als we willen. Ja, het is heel apart. We kwamen hier aanrijden en in ieder geval we wisten inderdaad dat we in het schoolgebouw moesten zijn. Nou ja, het lijkt inderdaad op een schoolgebouw. Ja, maar het is ook niet meer onderhouden nu, want we zijn eigenlijk al een jaar of 4 daarmee bezig. Mm-hmm. Maar uiteraard moet ik zeker als burgemeester keurig alle procedures volgen en alles regelen. En dat doen we dan ook netjes. Ja, natuurlijk. En dan zie ik ook van die kant dat het af en toe wat tijd kost. Zoals we al zei, tot de carnaval bent u uit de herinnering sowieso. Dus ik zal alle zittingen missen, alle pronken. En de opening met de carnaval. En de opening met de beide wethouders, we hebben het helemaal doorgesproken. Ja. Die zullen alle honneurs waarnemen. En misschien zou ik het tegen die tijd hier en daar wel kunnen. Maar als ik het bij de een doe, moet ik het ook bij de ander. Ik snap het. En dat vind ik voor mezelf te zwaar. Ja. En de chirurg heeft me de strengste afgeraden. Dat moet je toch niet doen. En dus heb ik gedacht van, dan even niet. Dus volgend jaar is weer carnaval, hè? Zo is het maar net. Op dit jaar terug. Dat is helemaal niet erg. Maar ik wil dan wel even tegen de kijkers zeggen van jongens, allemaal geweldig veel plezier. Ik weet uit ervaring hoe fijn carnaval kan zijn. En ik hoop dat jullie gewoon een hele goede tijd hebben. Maak er veel plezier van. Geniet ervan, niet te gek. Mijn moeder zei altijd, zorg dat je thuis kunt navertellen. Ja. En dan is het heel belangrijk. En dan is het altijd goed. Ik wens je echt heel veel plezier. En de wethouders, daar ben ik zeker van overtuigd, die nemen mijn honneurs waar en die zullen de sleutels keurig overhandigen. En dan komt het helemaal goed. Nou, we gaan er weer een mooi carnaval van maken. Sowieso. Doe dat zeker. We hebben ook nog een cadeautje voor je meegenomen. Oh, wat leuk. Een DVD van het Tom Praat in S. Oh, dat kan ik toch zien. Ik weet niet, als u een keer, dat zal ik zeker doen. Dat je er zin heeft om naar te kijken. En we wensen u natuurlijk het allerbeste. Ja. We blijven graag op de hoogte hoe het met uw gezondheid en met u gaat. En we hebben gezien dat het... U ziet er goed uit, laat zo zeggen. Maar ik voel me ook goed. Ja. Maar ik merk wel dat de concentratie is nog even wat lastig. Ja. Ja. Want dat kost toch wel heel veel tijd. En kijk, het doet natuurlijk wel wat met je als je te horen krijgt dat je kanker in je lijf hebt. Zeker. Dat wil niemand horen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat klopt. Helemaal duidelijk. Maar het is zo. Maar ik zal er... Kijk, dit zijn een leuke dingen. Om te spannen ga ik onderuit zitten en dan kan ik even genieten. Even rustig relaxen. Dank jullie wel. Het gaat jullie goed, echt waar. Ja. Het gaat u goed. En ik hoop dat het heel snel weer beter gaat met u gaan. Leuk dat jullie er even waren. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, beste kijkers, dit was vanuit Helvoort. En wie heeft gezien, we zijn nou een beetje op de hoogte hoe het allemaal gaat met onze burgemeester. Waar we natuurlijk heel erg benieuwd naar waren. Ik wens u nog een hele fijne avond allemaal. Heel veel kijkplezier natuurlijk bij Loes. En ook onze kijkers van Bosdiel natuurlijk. Heel graag tot de volgende keer. Tot ziens allemaal. Ja, beste kijkers.
dit was ons gesprek bij de burgemeester. Daar ben ik geweest, van Loes. Nou, dat vind ik dan wel heel erg leuk dat we mochten komen. Hij ziet er goed uit en we wensen hem natuurlijk het allerbeste. En ja, hij kan op een lijstje erbij. We hebben bij de burgemeester geweest. Leuk toch? Nou, burgemeester, gaat u goed. Dankjewel voor de komst. We gaan weer naar S. Gaan we mee. www.haren.info. Voor de inwoners van de plaatsen Liesemortel, S, Haren en Helvoort is een speciale website gemaakt. De website www.haren.info is gevuld met nieuws- en videobeelden van de vier kernen van de gemeente Haren. Bezoek de website ook eens en stuur uw nieuws en video in naar de redactie. Graag willen we het nieuws van uw vereniging, club of organisatie op onze website vermelden. www.haren.info brengt vier kernen in beeld.